en waarschuwing. Jezus nam de tafel apart en zei tegen hem: "We zijn nu op weg naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven zal men de mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij gegezeld zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan." De leerlingen begrepen er niet van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen. En ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Hosanna. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg. Anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Alle die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels: "Hosanna, gezegend, hij komt in de naam van de Heer." Vergeet mij niet. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en deelde het uit. En zei: "Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken." Zo nam hij na de maaltijd ook een beker en zei: "Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is een nieuwe bron dat door mijn bloed gesloten wordt." Jezus knielde neer om te bidden: "U had, Vader, als u het wilde, neem me dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren, wat u wilt gebeuren." Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. De sterfdag van Jezus. Ze kruisten hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: "De koning van de Joden." Een stukje verder kunnen we lezen: "Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond en zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon." Verdriet. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouden. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter.
zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralend gewaad bij je. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hem: waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, hij is uit de dood, opgewekt. Hier herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De menszoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.